was ook een vet gouverneur die het nodig vond om het een en ander te zeggen over een mogelijke renteverhoging. Koen, wat heeft ze gezegd? Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat de Fed waarschijnlijk de rente dit jaar niet gaat verhogen. En dat we daar rekening mee moeten houden. We zagen de afgelopen periode natuurlijk toch al macro-economische cijfers, werkgelegenheidscijfers, die allemaal wat aan de benedenkant begonnen uit te vallen. Nou, daar komt Harvey overheen. En Harvey heeft heel veel economische onzekerheid ook. We hebben een schuldenplafond dat over een week of drie op de agenda staat. Ook weer onzekerheid. En al die onzekerheden samen zeggen de Fed, zorg ervoor dat we toch eventjes afwachten om te zien wat het effect gaat zijn voordat we de rente gaan verhogen. Koen, zou jij het logisch vinden als die renteverhoging er helemaal niet komt dit jaar? Met alle onzekerheid die we hebben op dit moment, je kan het maar één keer fout doen. Dus de Fed zal echt zeker willen weten dat het juist is om de rente te verhogen, omdat de economie inderdaad verder groeit. Maar met alle onzekerheid die we de afgelopen paar maanden bij elkaar zien komen over Trump, over de economie en nu ook over de stormschade, ja, dat zorgt ervoor dat we even de voet van het pedaal afhalen.